Hoi, leuk dat je weer bij mij komt kijken. Nou, zoals je wel hebt gemerkt, ben ik de laatste week heel veel bezig met fidget spinners. Ik probeer iedere dag één fidget spinner video te plaatsen. Nou, toen dacht ik, als ik dan toch zo druk ermee bezig ben, kan ik net zo goed de fidget spinner weken, of tenminste de spinners weken ervan maken. En dan weten jullie in elk geval dat er dus zoveel spinners video's komen. Iedere dag eentje. En dan weet je ook een beetje wat je kan verwachten. Ik probeer op mijn kanaal leuke en bijzondere spinners te laten zien. Er zijn heel veel DIY's op mijn kanaal te zien. Je hebt al meerdere video's van mij kunnen bekijken van de verschillende fidget spinners die ik heb gemaakt. Zowel van karton met rietjes, karton met strijkkralen, als ook gewoon met strijkkralen. En ook eentje hier met dopjes en met glitters. Dus deze moet trouwens wel even goed gezet worden. Wil die werken? Omdat mijn man veel met Grocery Gang bezig is, heb ik zelfs een Grocery Gang fidget spinner gemaakt. Waarvan ik voor jullie ook een afdrukje ga plaatsen, zodat je zelf ook de plaatjes kan krijgen voor als jij jouw eigen fidget spinner maakt. En nou, dat is dus zo'n beetje wat je bij mij gaat zien. Heel veel DIY's en dan wat leuke, bijzondere fidget spinners. Fidget spinners met lichtjes die dan leuke oplichten tijdens het spinnen. Fidget spinners die er gewoon wat anders uitzien dan gewoonlijk. Deze doet het trouwens het beste, vind ik, van alle lichtjes. Zal ik even licht even uitdoen? Dan kunnen we het misschien wat beter zien. Kijk, dat ziet er wel leuk uit, hè? En hij heeft ook verschillende standen. Nou ja, ik zal het in een andere video wel goed laten zien. Misschien, ik denk dat mijn man dat eigenlijk al heeft gedaan, Gamerpapa. Aan het einde laat ik je zijn kanaal zien. En dan onderaan zie je al onze fidget spinners video's. Volgens mij laat hij je dat veel beter zien. Deze heeft mijn zoontje laatst gemaakt. Nou, die vond ik ook wel cool. Hij heeft het eigenlijk gemaakt van een kogellager en karton, duct tape en wat muntjes. Nou, dat heeft hij gewoon heel goed gedaan. Vond ik wel echt heel erg leuk. Zonder mijn hulp, gewoon helemaal in zijn eentje. Goed, nou... Elke dag dus een spinner video. Wordt dat niet saai? Vragen sommigen aan mij. Nou ja, ik maak 2 video's per dag. Hè. Dat zijn dan 14 in een week. Als dan iedere dag een fidget spinner video is en iedere dag 1 niet fidget spinner video's, dan heb je nog steeds heel veel niet fidget spinner video's. En meeste kanalen doen maar 4 video's per week. Dus dan vind ik dat eigenlijk wel een keertje kunnen hoor, wanneer ik een week het tussendoor wil doen. Zondag 28 mei, dan ga ik een spinner weggeven. Ik weet nog niet welke ik ga weggeven. We hebben er best wel veel ondertussen. En mijn man en ik gaan even afspreken waar de winnaar een fidget spinner uit mag kiezen. Het gaat niet een van mijn geknutselde zijn. Dus het gaat gewoon echt een van de andere zijn waar we dan welke we hebben gekocht. Nou, zondag 28 mei geef ik dus 1 spinner weg aan 1 van jullie. Nou, dan wil je natuurlijk weten hoe je kans maakt. Eigenlijk door gewoon te blijven doen wat je altijd doet. Hè, de video's bekijken en gewoonweg leuk meedoen. Nou, hoe weet ik dat en hoe kies ik een winnaar? Ik ga een winnaar kiezen uit de reacties. Alle reacties onderaan de video's. Zoals jullie wel weten, tenminste wat mijn vaste kijkers weten. Op mijn kanaal worden alle reacties ook echt door mij gelezen. De reacties worden pas zichtbaar. Daarom denken altijd heel veel mensen bij mij dat zij de eerste zijn. Want ze zien 0 reacties. Dat klopt. Je ziet de reacties pas nadat ik ze gelezen heb. Dus zodra je onderaan een video reacties ziet, weet je dat ik die allemaal heb gelezen. Nou, ik kies dus een winnaar uit de reacties. Let op. Er zijn sommige kijkers, en die weet ik, ik weet ze ook bij naam, die kijken iedere video's, maar die plaatsen geen reacties, omdat dat bijvoorbeeld niet mag van hun ouders. Nou, dat weet ik ook wel. Sommige van jullie weet ik ook, dan kijk je met je moeder samen en ik weet dat jullie ook meestal geen reacties plaatsen. Maar ik ken jullie wel bij naam, want zoals ik al zeg, ik lees al jullie reacties en van tijd tot tijd laten jullie wel eens wat horen en wat weten. En dat onthoud ik dan. En als ik dan zie dat jij 3 maanden later weer iets laat weten, ja, dan weet ik dat je al die tijd hebt gekeken. Ook al plaats je niet iedere keer een reactie. Dus dat is helemaal niet erg. Maar om nu kans te maken, laat dan even weten dat jij ook deze video's meekijkt. En dan onthoud ik dat wel, want dat weet ik wel wie jullie zijn. Dus je hoeft me alleen maar te laten weten. Niet laten weten door te zeggen, ik doe mee. Want dat is dus mijn volgende stap. Let op, alle commentaren waarop staat, ik doe mee,
ik wil winnen, mag ik het hebben, sla ik allemaal over. Dat doe ik eigenlijk altijd al. Die reacties laat ik wel staan nadat ik ze gelezen heb, maar ik reageer daar eigenlijk nooit op. Zo weet je dus ook als je ziet in een video dat ik op iedereen heb gereageerd, behalve bij jou, omdat jij hebt gezegd, mag ik het hebben? Ja, dat soort reacties sla ik gewoon over. Dus hier nu niet onder zeggen, ik doe mee, ik wil hebben, ik wil winnen, want dan maak je dus geen kans. Ik sla je over. Sterker nog, daarmee heb je dus eigenlijk laten zien dat je mijn video niet hebt afgekeken. Ja, want als je de video helemaal had afgekeken, had je me nu horen zeggen, niet doen. En je hebt het toch gedaan, dus ik weet dat jij het niet hebt afgekeken. Ja, dat is dan ook niet het belonen waard met het winnen van een spinner natuurlijk, hè. Wil je extra kans maken? Dan ga ik nu een vraag stellen, want als jij daar het antwoord op weet, dan weet ik dus dat je alle video's hebt gekeken. Welke spinner heb ik moeten maken voor mijn jongste zoontje? Of tenminste, wat heb ik moeten doen voor de spinner van mijn jongste zoontje? Nou, laat dat dan ook weten hieronder in een reactie. Ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Zondag dan is de eerste winnaar hier op mijn kanaal. En volgens mij gaat mijn man daarna de fidget spinner weken doen. En die zondag erop kan je dan bij hem weer een fidget spinner winnen. En volgens mij, als het goed gaat, als het allemaal leuk gaat, doen we het gewoon steeds om en om. Ene zondag bij mij wat te winnen, andere zondag bij hem wat te winnen, dan weer bij mij. Dan gaan we het om en om doen. Maar alleen als dit allemaal goed gaat, als dit allemaal leuk gaat. Ik wil eerst even kijken hoe dat gaat. In elk geval, volgens mij is hij al begonnen met de grocery weggeefactie. Dus ben jij fan van Grocery Gang? Of wil jij juist weten wat dat is, de Grocery Gang? Kijk dan even bij hem op het kanaal. Dit is zijn kanaal. En dan kun je dus even kijken wat dat is en hoe je daar kans op kan maken. Vind je deze video leuk? Vergeet het niet een like te geven. Hier kun je mijn kanaal abonneren. Hier zie je al onze fidget spinners voorbij komen in een afspeellijst. Dat is een leuke video. En ik plaats nog wel wat informatie hieronder. Doepa doe!